Pak het Democratie is een lesprogramma dat kinderen de beginselen van democratie leert. Ze worden daarbij uitgedaagd om hun eigen rol in de stad en de samenleving te ontdekken. Daarnaast leert Pak het Democratie kinderen om goed geïnformeerd mee te denken met de gemeente. De lesmethode is ontwikkeld door de Kleine Ambassade. Aan de hand van verschillende spelvormen worden de onderwerpen democratie en burgerschap van A tot Z tot leven gebracht. Zo doen de kinderen veel kennis op en worden ze uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot sociale en betrokken burgers die nu en in de toekomst hun eigen plek weten te vinden in de maatschappij. Ja, daar zijn we dan. We hebben even gewisseld van tafel en even de zaak netjes ontsmet. Soesja, hartelijk welkom. Dankjewel. Ook meneer De Leder van Excelsior 20, waar we het dadelijk over gaan hebben, ook hartelijk welkom. Meneer De Leder heeft ook een juridische achtergrond, dus kijk uit Soesja wat je zegt. Alles wordt gecontroleerd. Ja, het is wel mooi dat je gelijk het onderscheid maakt, Soesja, meneer De Leder. Ja. Ja, zeg het maar. Nee, zeg maar Ruud. Zeg maar Ruud, houden we het op Ruud. Mevrouw De Boter zal ik dan zeggen, of ook maar niet. Soesja, hartelijk welkom. Je werkt bij de Kleine Ambassade. Mensen die dat niet kennen, probeer even kort uit te leggen wat dat voor organisatie is. Ja, wij zijn een projectorganisatie, een Ambi-stichting. En wij ontwikkelen allerlei projecten die met name gaan over kinder- en jongerenparticipatie. En we proberen kinderen en jongeren bij te brengen dat ze zelf verschil leren maken in hun eigen leefomgeving. Ja. We hebben in Schiedam ook een kindergemeenteraad. Ja. Daar hebben jullie ook mee te maken. Dat klopt inderdaad. Die mogen wij voor de gemeente begeleiden. Ja. Zijn onlangs weer nieuwe gekomen, is het niet? Nou, deze kindergemeenteraad is inmiddels nu het eerste jaar alweer bezig. Oh, zo hard gaat dat. Het is natuurlijk nu een beetje een gekke tijd met corona. Dus we moeten voor sommige dingen oplossingen vinden. Maar ze zijn goed op weg. Ja. Hartstikke leuk. Hoeveel zijn dat er? Het zijn 22 kinderen van alle 22 basisscholen in Schiedam. En daarnaast krijgen ze dus in de klas ook les. En daar hebben we dat lespakket ook voor ontwikkeld. Dus het heeft ook met elkaar te maken. Nou heeft de echte gemeenteraad, zal ik maar zeggen, wat problemen met vergaderen nu natuurlijk en met alles. Ja, hoe zit dat bij de kindergemeenteraad? Nou, het heeft natuurlijk wel even geduurd voordat we weer iets konden doen. Hè, want in het begin waren ook alle scholen dicht. Maar inmiddels mogen kinderen wel weer bij elkaar komen. Dus kunnen we wel weer lessen geven. En tijdens de coronaperiode hebben we met name op afstand contact met hun gehouden. Ja, dus dat hobbelt wel door, maar een beetje alternatief, zullen we maar zeggen. Ja, dat is helaas niet anders. Oké, we gaan het eens hebben over de democratie. Ja. Jullie vonden dat dat niet goed bekend was, denk ik, bij de lagere school of bij de basisschoolleerlingen. Hoe zit dat? Nou, wat je eigenlijk merkt is dat scholen, zeker basisscholen, natuurlijk heel veel verschillende onderwerpen moeten bespreken in de klas. En dat soms voor leerkrachten een onderwerp als democratie of politiek, dat is vaak wel een onderwerp waar je iets mee moet hebben als docent om dat goed over te brengen. En we vinden het heel belangrijk dat de kinderen van de kindergemeenteraad natuurlijk advies geeft aan de gemeente, maar we willen eigenlijk alle kinderen natuurlijk vertellen over wat het is om in een democratie te wonen, maar ook hoe je daar zelf een bijdrage aan kunt leveren. Ja. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben is een vooral heel leuk lespakket ontwikkeld. Waarin alle kennis zit over democratie, maar waarin de kinderen ook echt kunnen meedenken over belangrijke thema's. Ja, je doet dat, ik dacht gelezen te hebben, voor groep 7. Ja. Moet dat niet eerder? Nou, daarvoor kun je ook al wel natuurlijk dingen doen. Hè? Dus eigenlijk moet het schoolbreed. Maar we zorgen in ieder geval dat je in groep 7, je kunt het ook in groep 6 wel gebruiken, de juiste kennis krijgt. Ja, jullie waren niet de eerste. Hoe zat dat met Friesland? Die hebben dat ook verzonnen. Zuidwest-Friesland of niet? Ja, ja. Nou, daar werken we ook voor. Dus die krijgen ook een democratiepakket. Ja, ja. Wat een rare combinatie, Zuid-Holland en Friesland. Ja, nou, de wethouder van Zuidwest-Friesland heb ik leren kennen in Brussel. Dus dat is weer een hele andere uithoek. En zij vonden het ook heel belangrijk om veel meer te kijken over hoe kun je kinderen nu mee laten denken met de gemeente. En als Schiedam zijn we daar eigenlijk al jaren voorloper op. Dus komen er ook vaak andere gemeentes bij ons terecht. En die vragen dan, joh, kun je ook iets voor ons betekenen? En nu is het zo dat we in Zuidwest-Friesland natuurlijk niet een kindergemeenteraad kunnen doen zoals we die hier doen. Maar wat we daar doen is een kinderconferentie. Dus één dag in het jaar komen er 60 kinderen naar de gemeente om mee te denken over verschillende thema's. En daarnaast gaan zij ook werken met het democratielespakket. Maar dan helemaal gemaakt op Zuidwest-Friesland. Ja,
Doen ze dat in het Fries of gaat dat gewoon in het Nederlands? Nou, dat is nog best een dingetje hoor, die taal. Want we in het pakket zitten allerlei spelletjes, maar ook allerlei filmpjes. Waaronder de burgemeester en de wethouders die iets vertellen of iets vragen aan de kinderen. En een deel daarvan is zeker in het Fries opgenomen. Dus dat was voor ons ook wel eventjes... Nou ja, zo leer je nog meer dan alleen een andere buitenlandse taal hier natuurlijk. Zeker, dat is best wel slim. Ja. Ik zie je staan pak en dan het apenstaartje democratie. Hoe spreken we dat uit? Het is eigenlijk pakket. Dus pakket, het is een pakket democratie. Ja, maar, ja het is een interessante moderne woordspeling. Heel goed. Je hebt wat meegenomen. Ja. Als een leraar van groep 7 of een lerares daar gebruik van wil maken, dan krijgen ze dat soort zaken? Ja, ze krijgen eigenlijk een grote doos met alle inhoud en daarop zit deze kaart. En daar staat natuurlijk onze eigen burgemeester op. En die vertelt eigenlijk aan de kinderen dat zij mee kunnen denken en mee kunnen doen en hoe ze dat moeten doen. En in het pakket zitten vervolgens 26 kleine opdrachtjes die ze of gedurende het hele jaar kunnen doen, maar bijvoorbeeld ook in een themaweek als ze een week lang aandacht willen hebben voor democratie. Om daar dingen mee te doen. Nou, wat zit er dan bijvoorbeeld in? Een kwartet zit daarin, een democratiekwartet die ze met elkaar kunnen spelen. Ze krijgen allemaal een schriftje met daarin allerlei opdrachten over democratie. En een stickervel dat elke keer als ze een opdracht hebben afgerond, dan mogen ze een sticker plakken. Er zit ook het grote geldspel in, waarbij kinderen zelf... kunnen nadenken over, stel dat ik nu in de gemeenteraad zou zitten of daar iets over mag beslissen, waar zou ik dan wel en geen geld aan uitgeven. En wat daar ook in zit, is misschien ook nog wel grappig om te laten zien, is een soort bouwplaat van de raadzaal. Dus kinderen kunnen ook de eigen Schiedamse raadzaal kunnen ze nabouwen. En op die manier proberen we eigenlijk op een hele leuke manier kinderen en te informeren over de democratie, maar ook te laten zien dat je er zelf over mee kunt denken. En ze kunnen ook daadwerkelijk over de onderwerpen waar input over gevraagd wordt, kunnen ze ook hun ideeën insturen. En die nemen we dan ook weer mee in de kindergemeenteraad en die geven we dan weer door aan de grote gemeenteraad en het college. In ons introfilmpje hadden we het ook over burgerschap. Ja. Is dat moeilijk uitleggen aan een kind wat burgerschap is? Is dat moeilijk uitleggen? Nou ja, het leukste van mijn werk is dat we juist alle dingen waarbij het lijkt om moeilijk uit te leggen, dat je dat heel goed kunt vertalen. Dus dat is een deel van ons werk. En ik leg burgerschap altijd uit als dat alles wat er om je heen te zien is, dat niet statisch is, maar dat dat door mensen bedacht is. Hè. We leven zelfs onder de zeespiegel. Dus alles wat er te zien is, dat is bedacht, maar daar kun je ook een eigen bijdrage aan leveren op verschillende manieren. En je moet weten hoe en je moet met heel veel andere mensen ook rekening leren houden. Maar dat is eigenlijk volgens mij een simpele uitleg van wat burgerschap is. Een van de eerste lessen die gegeven zijn, daar was onze burgemeester Lamers ook bij, hè? Ja, klopt. Ja. Ging dat goed? Wist hij het een beetje? Ja, burgemeester Lamers weet natuurlijk alles over democratie. Die zit daar dagelijks, heeft hij daar mee te maken. En leerlingen vonden het ook wel erg bijzonder dat zij een les kregen van de burgemeester zelf. Ja, dan kan ik me voorstellen dat politiek en kinderen, dat gaat niet zo gauw samen, hè, want dat wordt gauw als saai gezien. Helpt dit soort zaken ook mee om de politiek voor kinderen een beetje interessanter te maken? Ja, want ik denk dat juist politiek heel leuk is. Hè. Het is leuk om, en het is ook heel belangrijk om die vaardigheden te leren. Om te leren debatteren, om te leren te luisteren naar elkaar. Om te kijken wat je zelf kunt bijdragen aan je leefomgeving. En dat leefomgeving klinkt misschien heel groot, maar het kan ook zijn, joh, wat zou ik eigenlijk zelf kunnen doen voor mijn school of voor mijn sportclub of... dat soort zaken. Dus ik denk dat uiteindelijk als kinderen het pakket gedaan hebben, dat ze democratie en politiek vooral heel leuk en interessant moeten vinden en moeten weten dat ze daar zelf onderdeel van uitmaken. Ja. Ruud van Excelsior 20. Je zegt er zijn een heleboel verschillende opdrachten. Stel je zou Peter en mij een opdracht moeten geven. Waar moeten we dan aan denken? Wat krijgen ze dan voor opdrachten, die kinderen? Ja, nou ja, er zijn dus 26 verschillende kleine opdrachtjes. En één daarvan is bijvoorbeeld het kwartet spelen. Okay. Dus jullie zouden samen het democratiekwartet kunnen spelen. En ik kan even eruit halen. Bijvoorbeeld gemeentepolitiek, daar worden de burgemeester, wethouders, gemeenteraad en ambtenaren bij. Oké.
En die ga je dan met elkaar zoeken. Dus dat zou iets kunnen zijn wat je kunt doen. Maar het kan ook zijn dat je een opdracht krijgt om eens na te denken over wat vinden we eigenlijk van spelen en van buiten spelen. Okay. En wat vinden we daar de belangrijkste dingen van? En dan kun je dat verder gaan uitwerken. Ja. Zo van, en dan krijg je weer dat geldverhaal erbij. Van, joh, dat is leuk dat jullie allerlei dingen willen, maar... Ja. Hoe ga je het financieren? Zeker, okay. Dus die combi komt er dan uit. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan uitpakt bij die kinderen. Ja. Nou, tot nu toe waren ze bij de eerste lessen onwijs enthousiast. Okay. En vinden ze het heel leuk om hier mee te werken. Ja. Hoe komen de scholen met jullie in contact? Of zijn jullie alle scholen afgeweest en gezegd, kijk eens, dat is hartstikke goed? Ja, daar zijn we nu mee bezig. En voorheen gaven we al democratie lessen op scholen. Dus dan kwamen we zelf de les geven. Maar met dit pakket proberen we eigenlijk dat de leerkracht zelf ook dat meer gaat doen. Dus eigenlijk gewoon handvatten krijgt om zelf in de klas aan de slag te kunnen. Hebben jullie het een beetje uitgeprobeerd voordat het helemaal... Ja, je moet natuurlijk heel veel testen. En we hebben zeker ook heel veel getest met kinderen zelf, met de kindergemeenschap, maar ook met andere groepen. En die hebben natuurlijk ook meegedacht over wat moet er allemaal in zitten en hoe moet het eruit zien. Ja, moeten ze zo'n pakket in 1 week behandelen of kan dat over een langere termijn? Ja, daar zijn ze dus helemaal vrij in. Dus je kunt als school zeggen van nou, we gaan de komende weken heel veel aandacht besteden aan dit onderwerp en verschillende opdrachten doen. Maar je kunt ook zeggen, joh, elke keer als we een kwartiertje over hebben, dan doen we 1 opdracht. En dan hebben we aan het eind van het jaar alles gedaan. Ja, krijgt zo'n leerkracht bijvoorbeeld ook nog de opdracht om de huidige stand van zaken in Nederland erbij te betrekken? En we krijgen nu achter elkaar richtlijnen van de overheid. Is dat een combinatie mogelijk? Zeker, want juist ook dit soort casussen. Nou, er was van de week alweer op het nieuws dat GroenLinks alle 18-jarigen 10.000 euro wil geven. Ja, dat is natuurlijk supermooi om zo'n onderwerp ook erbij te pakken en te zeggen, joh, hoe denken we daar nou over? Wat zou dat nou een goed idee zijn of niet? En waarom wel, waarom niet? Ja, wanneer is het project geslaagd als elke groep 7 het behandeld heeft? Ja, en als we er ook blij mee zijn natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat als er dan tegen kinderen wordt gezegd, als je 18 bent krijg je 10.000 euro, dat ze dan op de bank staan van vreugde. Want ja, dat is natuurlijk een heel mooi plan. Maar dan moet je ook de andere kanten van zo'n voorstel zien te benaderen. Ja. Okay, dat kost dus geld en hoe ga je dat dan precies doen en welke eisen koppel je eraan? Ja. En vaak is het zo dat kinderen daar juist ook heel goed over mee kunnen denken. Ja. Hè? Dus kijk, dit is natuurlijk een voorstel, je weet nooit of het door eens komt. Ik weet ook niet of ik het er zelf überhaupt wel of niet mee eens ben. Maar het is wel mooi om eens met kinderen daarover te hebben. Van joh, stel dat dat nu gebeurt, voor wie zou dat wat op moeten leveren? En werkt dat dan ook echt? Of ga je dat zomaar uitgeven of niet? Ja. Nou, dan kun je best aardig van op vakantie van 10.000 euro. Absoluut, je kan een mooie scooter kopen. Je kunt heel vaak uitgaan als je wil. Ja. Je kunt allemaal verschillende dingen even doen. Maar, als ik nou een leerkracht ben van groep 7, ik vind het hartstikke leuk en interessant, maar ik wil het niet zelf doen. Komen jullie het dan doen? Dan kunnen we in ieder geval de opstart komen doen, zodat we even kunnen laten zien hoe het werkt en dat je ermee aan de slag kan. En in principe werkt het pakket zo dat je eigenlijk echt als leerkracht super weinig hoeft te doen. En als de kinderen een beetje het systeem snappen, namelijk de opdrachten in hun schrift en er zit ook een spelbord bij waarbij ze steeds naar het volgende opdrachtje kunnen, dan kun je als leerkracht gewoon achterover hangen, af en toe een filmpje aanklikken, af en toe iets uit de doos pakken. En dan kun je gewoon aan de slag. Zit er nog een eindtoets aan vast dat ze een diploma democratie krijgen? Of, Nou, ze krijgen aan het einde een certificaat. Oh, kijk. En er staat op dat je daar aan hebt meegedacht. En ook kun je ook nog invullen wat je het allerbelangrijkste vindt. En dat kun je dan in je map bewaren. Ja. En hoe is de respons tot nu toe? Tot nu toe zijn scholen super enthousiast en gaan ze allemaal aan de slag hiermee. Dus, ja, maar ze zijn nog lang niet allemaal bij jullie geweest om een pakket te bestellen. Eigenlijk de meeste wel. Oh, de meeste wel. Ja, we gaan ze... je kunt het voorstellen, we moeten het ook allemaal inpakken. Dus het hele kantoor staat vol met dozen en met allerlei andere dingen. Maar daar zijn we nu bijna klaar mee. Dus vanaf komende week gaan we ze verspreiden. Ja, hartstikke goed. Je zei de meeste wel. Wat kan voor een school een reden zijn om te zeggen van, joh, dit willen we niet. Of dit kunnen we niet. Ik heb dat nu nog niet gehoord. Ik zeg de meeste wel, omdat we echt persoonlijk met alle leerkrachten in gesprek gaan over wat kun je doen. Het kan natuurlijk zijn dat ze prioriteit geven aan andere dingen. Maar de meeste, dat je iets moet doen aan burgerschap, dat staat gewoon ook vast. En heel veel scholen vinden dit gewoon een onwijs mooie manier om dat in te vullen. Ja. Die keer met de burgemeester, wat vond hij daarvan?
Hij vond het ook echt heel erg leuk om te doen. Hij was ook verrast over het enthousiasme van de kinderen. Hij heeft daarna in alle werkschriften ook nog een handtekening moeten zetten. Oh, okay. Dus dat was... Ja. En hij stond geloof ik ook nog met zijn ambtsketen om. Dus dat maakt gelijk heel veel indruk natuurlijk. Zeker, ja. Ja. Oké. Okay. Zou het niet verstandig zijn als er ook voor groepen volwassenen cursussen burgerschap worden gegeven? Ja. Ik ken wel iemand in Amerika die er wel wat aan zou hebben, denk ik. Bijvoorbeeld, want het is natuurlijk, democratie is een heel groot goed. Ja. Maar het is wel iets wat met enige regelmaat bevochten moet worden, lijkt het wel. Ja, zeker. Ja. En ik vind ook de kennis bij volwassenen, ook als ik bijvoorbeeld kijk naar als we bijvoorbeeld een nieuwe collega hebben. Ja, soms hebben zij geen idee wat het verschil is tussen een wethouder en een ambtenaar bijvoorbeeld. Ja. Of hoe eigenlijk gemeentepolitiek werkt. Ik vind dat toch wel een belangrijke basis om bij te brengen. Dan doen wij dat voor kinderen en jongeren en dan hopen we dat ze daarna ook... Dat ze het ouders uit gaan leggen. Zo van, joh, maar leuk dat je dit vindt, maar eigenlijk hoort het zo. Ja, Dus dat die wisselwerking er komt. Ja. Dat zou wel mooi zijn. Bestaat dat in het veld ook, democratie? Ja, in het veld is het natuurlijk altijd, een team werkt het best als je inderdaad met z'n allen als team hetzelfde nastreeft. En dat is dan met z'n elf of met z'n zeven of weet ik veel wat voor aantallen er zijn bij al die sporten. Ja, op het moment dat je het eens bent over wat je wil bereiken en hoe je dat wil bereiken, dan kom je tot verreweg de beste resultaten. Ja. Dus maar dat is dan in het klein. Maar het varieert van hele kleine kinderen tot veteranen, zal ik maar zeggen. Ja, klopt. En dan zou je dus ook bij die kleine kinderen moeten zeggen, het is we doen een teamsport. En in zo'n teamsport is het wel zo dat je afhankelijk bent van anderen. En dat je je wel aan de afspraken moet houden. Dat je niet zomaar kunt zeggen, ik ga het eens eventjes anders doen. Ja. Want dan werkt het niet. Dus dat is al een heel klein beetje dat je zegt, het gaat over samenwerking. En dan heet het geen burgerschap, maar dan ben je een goed lid van een team. Ja. En dat is dan heel klein en dat kan je dan zo uitbreiden. En het is altijd de vraag, hoe zorg je daarvoor? En dan heb je soms de ingewikkeldheid dat ouders zich er toch op een iets andere manier mee bemoeien dan de leider van zo'n team. Ja, dan wordt het weer een stuk lastiger. Maar het is wel, in het heel klein is het ook samenwerken en ervoor zorgen dat je gezamenlijk probeert iets na te streven. Ja. En ik denk dat dat altijd heel belangrijk is. Nou, Sushat, volgende project. In de rust van de voetbalwedstrijd. Wat teamwaardigheden bijbrengen. Ik dank je hartelijk voor de komst. Als er mensen nog wat informatie willen hierover, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen altijd op onze website kijken, kleineambassade.nl. Nou, heel simpel. Dank je wel.